Afro Stappen Disco Show. Vrijdag 19 november, buurthuis De Rietwijker in Amsterdam-Noord en het Bastion in Schoonhoven. Zaterdag 20 november, de Vriendenkring in Leut, dorpshuis De Alke in Kerkenveld, Irma La Douche in Hem, Dancing de Rode Leeuw in Ursum en Dancing Blasius in Kadir en Keer. Als radiocollega Frits Spits in zijn radioprogramma teruggrijpt in het hitverleden, dan haalt hij zijn gegevens, zegt hij altijd, uit de dikke Blomberg. Maar dat is een popwerk dat helemaal niet bestaat. Nu is er recentelijk een wedstrijd uitgeschreven voor iedereen om daar zelf vorm aan te geven. Aan die dikke Blomberg dus. Die prijzen zijn recentelijk uitgereikt, afgelopen donderdag. En de mensen heb ik even hier, de winnaars dus. Hier komt de eerste. De eerste prijswinnaar. En dat is? Pondel Pietersen. En laat jouw Blombergen zien. De dunne Blomberg is dit geworden. Vertel er eens iets over. Ik heb dus de hits die over de radio werden gedicteerd in de avondspits. Die heb ik hierin uitgewerkt. En per bladzijde heb ik dus één letter genomen. Dus... En je hebt er eigenlijk mooie illustraties van gemaakt. Ziet er prachtig uit. Ook nog een beetje in science fiction sfeer zie ik. Prachtig. Nou, mooi. Hoe lang heb je erover gedaan? Elk weekend ongeveer aangewerkt. Heb je er nog plannen mee? Nou. Ja, zeg het eens. Als er een uitgever langskomt. Aha, heel attent. Dus uitgevers opgelet. Hier komt trouwens misschien ook wel iets voor de tweede prijswinnaar die nu verschijnt. Een groter formaat. Niet alleen de prijswinnaar, maar ook de Blomberg. Dit is... Koos Snel uit Lissen. En laat het zien en vertel er wat bij. Geef wat explicatie. Andere. Het is vooral de tekst en daaronder de uitvoering en het hele verhaal en de hitsnotatie. En de tekst van het nummer? Van het nummer. En onder andere om het te onderbreken een collage zoals hier van Cliff Richard. En hoeveel hits heb je hierin samengebracht? 146 hits. Binnen welke periode? Het is in maart begonnen en afgelopen zomer is het afgesloten. Dus het was de Z, die was de laatste uiteraard. Ja, dat, zo gaat dat. Alfabetisch, ziet er mooi uit. Hier komt de derde prijswinnaar. Dat zijn er dus meerdere. Dat is een heel team gebeuren geworden. Onder aanvoering van... Astrid Abbing uit Delft. Uit Delft. En vertel ook even wie je medegenoten zijn in deze. Dit is Carla van der Knaap, Marcel van Schie en Jeroen Abbing. En wat hebben jullie gemaakt? De dikke Blomberg ziet er bij jullie zo uit. Laat eens kijken. Oh, dat is een heel mooi handschrift. Zelf gedaan? Ja, ik heb het zelf geschreven. Het is helemaal geschreven in gotisch handschrift. En geïllustreerd met vlaggen van nummers die daar dus ingestaan hebben in dat land. Een prachtig hit ABC. Wat zijn jullie plannen? Gaan jullie door? Ik denk het wel. Nou, kijk eens aan. Binnenkort kunnen wij dus wellicht de dikke Blomberg in druk verwachten. Tip 5, Billy Joel, Pressure.